Hallo allemaal, welkom op mijn YouTube kanaal. Ik heb zojuist post ontvangen van Elizabeth Craft Designs. Samen met Badass Studios komen daar planners voor uit. En ze hebben gevraagd of ik in hun designteam wil. Daar kan ik natuurlijk geen nee tegen zeggen. Dus ik heb nu heel braaf een doosje binnen gehad. En verder dan dit heb ik nog niet uitgepakt. Toen dacht ik, het is misschien wel leuk om dat onder op de camera te doen. Dus ik heb een heel leuk envelopje met een klemmetje. Met mijn naam erop. Even kijken wat erin zit. Een briefje. Hierbij de samples voor de nieuwe plannerlijn van Elizabeth Craft Designs. Have a nice day. Have a nice day. Dus echt helemaal spannend. Dit is echt gewoon alsof ik jarig ben. Oh, kijk nou jongens. Het zit nog niet in de juiste verpakkingen. Maar kijk wat een boel. Deze zijn echt mooi. Ik ga jullie inzoomen. Ja. Sun, Mon, Juice, Wet, Thirst, Fright, Saturday. Dus dat is Engels. Januari, februari, maart, april, mei, juni, juli. Ook Engels hoor. Ik lees het in het Nederlands voor. Augustus, september, oktober, november, december. Ten College Friday. Yesterday, this week, tomorrow. Urgent, currently, to do, cancelled, important. En dan hele leuke lijntjes en een groot vierkant of rechthoek om in te delen. Dus dat is deze. Ik weet dus niet hoe ze heten. Een hele mooie. Ben ik in beeld? Lettertype met alle maanden van de week. Maanden van de week. Maanden van het jaar. En right now, Aaron's birthday. Aaron's is boodschapjes. Ik vind dat een heel mooi woord, Aaron's. En ik zou willen dat dat in het Nederlands ook een running errands. Klusjes doen, boodschappen en andere dingen. Een heel mooi chevronnetje. Hexagon. Daily life. Smile. Wow moment. Rock the moment for the record. Date. Home is where the wifi is. Die is heel erg leuk. Een pijltje met een hartje. En nog een pijltje. Dat is die. Oh, deze is ook echt tof. Ja, hier. Happy, foolish, crap. Sad, great, brilliant, okay, important, good. Bummer. Tough day. OMG, oh my god. No comment, attitude, the details, bored, different, een plus stempel, hashtag, apenstaartje. Stipjes, say what, cute, let it go, true story, documented, right now, not such a great day, today was not my day, not funny, seriously, unexpected. Heel erg leuk. Ik ben steeds een beetje uit beeld. Ik kom het even op een stukje opzij. Zo. I want to remember this. Look at this. Love. Collect beautiful moments. This is what matters most. I love you. Remember them now. Because every picture tells a story. Dit ga ik echt zo gebruiken. Zo leuk dit. Find joy in the ordinary. Een potlood. Live, lived and documented. Super mooi. Die hartjes ook hier aan. Helemaal tof. Hier een stempelset met allerlei blokjes. Color, brand en notes. Dus dit is een swatch stempel. Echt cool. Een wishlist. Hier nog een swatch stempel. Een color chart staat er ook bij. Dus dat is wel heel erg cool. Color, brand, notes. Dus drie verschillende color stempels. Sometimes all you need is a little splash of color. Zo cool, tof. Dan deze. Dagen van de week. En afgekorte dagen van de week. Today en weekend. Word of today. That sums it up for today. En een datum kan je invullen. Heel klein kalendarium. En een groot kalendarium. En volgens mij zijn al die stempeltjes los. Nee, dit zit allemaal aan elkaar vast. Maar wel heel cool. Dan kan je hem stempelen en dan omcirkel je wat het die dag is. Note, date, month, year, document, moments. Dit is ook eentje met allemaal blokjes. Date, year, this happened. Die lijken wel... Nee, die zit er ook erg vast. When, where en who. Today, not to do. Heel erg leuk. Een heel mooi lijn tekeningetje. Een label. Sunny, cloudy, rain, snow, weather today. For the record. Dat zijn die. Stempels met woordjes.
Family, don't forget, love this life. Little moments, big memories. Remember this, right now, real life, count your blessings. Happy day, I love everything about this. Good times together, in my heart, selfie time. This is important, fave moment, for the record. En twee bloemetjes. Tof, tof, tof. Oh, dit is gaaf. Hou hem op zijn kop, denk ik. Ja. Een achtergrondstempeltje met alfabet, met cirkeltjes, met sterretjes, verftuben, een swirl, verftubes en treffende notebooks. En een heel mooi patroontje. Dat is deze. Dit is echt tot nu toe wel een van mijn favorieten, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vind ze eigenlijk allemaal wel heel erg tof. Deze is ook heel tof. Drie verschillende bloemen. Een randje. Een ruitje. Cijfers. En XOXO. Echt zo tof. Je kijkt wat een stapel met stempels. Daar ben ik heel blij mee. Ik weet niet de namen. En de verpakkingen zien er natuurlijk ook anders uit. Maar dit zijn de stempels. Dan heb ik hier nog een doosje. Iets uitzoomen weer. En daar zit een heel mooi stempeltje op. Heb je een idee? En dit is nog zo'n mooie stempelset. Dit is nog een dekseltje. En dit is ook een cijferstempelset. Met date, bloemetje, plantje en een bloemetje. Zondag tot en met zaterdag. En dit is dan net een ander lettertype. Deze is wat meer handgeschreven. Deze is wat klassieker. Echt super tof. Kijk, je kan ze ook zo stapelen op je bureau. Echt heel tof. Dus dat zijn die. Dan heb ik hier nog een heel pakket. Oh. Even scherp worden. Met nog meer spulletjes erin. Ik ben heel benieuwd daarnaar. Ook dit zijn niet de officiële verpakkingen natuurlijk. Oh. Alles stort in hier. Oh, approval card, testing samples. Wat tof dit. Oké. Ik ga kijken of ik kan zien wat er staat. Maar dit zijn dus de stansen voor de planner. De planner zelf heb ik nog niet. Die moet nog komen. En het is moeilijk uit te leggen. Ik weet dat hij er in drie kleuren komt. Champagne, bruin en appeltjesgroen. En de binnenkant van die appeltjesgroen is blauw. En die champagne is tielkleurig aan de binnenkant. Een beetje mintgroen. En die bruine is... Ja, die weet ik niet meer wat voor kleur die was. Maar het is dus met ringband. Dus dit is een, zo te zien een pocket die daarin gaat. Dus dat is echt vet tof. En hier staat today. Ik denk dat ik ze gewoon moet stansen en dat ik het dan kan zien wat het precies is. Maar voor deze, het ziet er heel tof uit, maar ik kan het niet helemaal lezen wat er staat. Dat staat natuurlijk in letteren, in spiegelbeeld, maar dat ga ik zeker stansen. Dan heb ik hier nog eentje. Dit is ook een soort pocket, denk ik. Maar deze is tof. En hier staat... Nee, ik kan het niet lezen. Moet ik echt stansen en dan ga ik het zien. Oh, jongens. Oh. Oh. Dit is zo tof. Dit zijn cijfers. Een heel gaaf achtergrondpatroontje en letters. Oh, hier word ik zo ontzettend blij van. Heel tof. Dan heb ik hier een hele bijzondere. Ja. Het zijn geen stansen, denk ik. Nee. Ik weet niet zo goed wat dit is. Ik denk een lineaal. Maar dan zijn het er wel heel veel. Zal dit in de planner gaan dat je hier je boekjes achter kunt doen? Dat is wel tof. Ik, ik weet niet wat dit is. Oké, ik plak hem terug en ik ga lekker vragen... We hebben morgen een videogesprek met elkaar. Dan kan ik het mooi allemaal vragen.
Deze snap ik. Dit is er eentje om een binders mee te stansen. Een soort frame. Oh, wat leuke pijltjes, bloemetjes. Tenminste, het zijn allemaal pijltjes, maar dit is een hartje, een bloemetje, vierkantje en een cirkeltje. Hexagontjes. Dus dit zijn, denk ik, Holland Forces, maar dan een andere kleur. En een groot label. Nog een kaartje. Oh, deze zijn ook echt super tof. Hier staat Love met een pijltje. Echt heel tof. Dit is voor een groot veld te stansen, zie ik. Dus dan kun je eigen kaarten of eigen inserts kun je stansen. Klik, hello en foto, cameraatje, paperclipje en nog paperclip. Tapjes, een polaroidje en een label. Deze is ook voor pagina's, maar dan met een tapje. Woordje love, this week, foto, for the record. Drie soorten labels. Een pie chart en een halve pie chart. En ook deze is een... Oh, het zijn er twee. Oh jongens, wat veel. Dit wat tof. Dit is ook een pagina met een tapje. Nee, kan dit niet lezen. Noted staat er. Noted. Pijltje. Dit is... Delish. Staat er volgens mij. En best. Nee. Date staat hier. Pocket, zeg maar, waar je dingetjes in kunt gaan schuiven. Die labels kunnen dan hierin. Dat is ook wel heel tof. En nog eentje met een tapje bovenaan. Drie framepjes. Love this staat er. Ja, love this. Yes and today. Holland Forces. Deze zijn echt tof. Yes, een label. Een labeltje die daar weer ingaat. En een tapje. Oh mijn god. Wat een toffe spullen zijn dit. Ik ben echt super, super, super enthousiast. En ik vermoed dat bijvoorbeeld dit soort stempels ook wel, weet je, hierin passen. In die labels en zo. Ga ik helemaal uitdokteren dit. Want dat zou natuurlijk echt heel tof zijn. Deze past precies hierin. Groot label. Oh, wat een mooie spullen zeg. Je kan echt helemaal je planner helemaal customizen. Deze vind ik echt zo ontzettend gaaf. En deze ook. En dit is ook een pocket. Een schuine pocket en een open pocket. Oh jongens, wat wordt dit tof zeg. Ik kan niet wachten om hiermee aan de slag te gaan. Ik ga zo lekker stansen. En dan lekker kijken wat er allemaal, hoe het er allemaal uitziet. En lekker aan de slag. En kijken wat er uit mijn vingers komt. Ik word hier zo blij van. Bedankt voor het kijken. Er komt uiteraard, als de planner binnen is, nog veel meer video's hierover. Maar dat laat ik... Op dit moment heb ik nu alleen dit binnen. Ik heb geen idee wanneer dit uit gaat komen. Wie weet als ik deze video ga posten, dat ik het dan wel allemaal weet. En dan vind je die info beneden in de comments. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.